In 2019 had mevrouw von der Leyen die wettentreinen klaargezet met Europese digitalisering. Alleen ze had daar geen geld voor, omdat in de lidstaten niet was uit te leggen waarom je zo vergaand moet digitaliseren. Mm. Toen kwam de pandemie als een geschenk uit de hemel. Ik zeg niet dat mensen dat virus in elkaar hebben geknutseld, want dat kan ik simpelweg niet bewijzen. En wat je niet kunt bewijzen, is niet waar. Maar wat waar is, omdat het waar is en je kunt het bewijzen, is waar. Zo werk ik. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code MATTHIJS10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Welkom bij de Zelfregie Podcast. Mijn naam is Matthijs van Doesburg en vandaag is mijn gast Arno Wellens. Voor de tweede keer. Ja. Het gesprek van de vorige keer was namelijk was heel populair, in ieder geval bij mijn achterban. Oké, op een leuke manier hoop ik. Want ja, zeker. Dat kan meerdere. Ja, nou ja, ik vroeg de studio-eigenaar al van, heb je twee leuke interviews op de planning? Ja, nou, die met Arno, dat gaat waarschijnlijk leuk zijn en deprimerend op hetzelfde moment. Ja. Ja. We maken er maar een leuk gesprek van. Ja, de Green Pass. En zo noemen ze het Amerika inderdaad. Dus dat je erin mag en dat je dingen mag doen. Ja, wij hebben de coronapas. Ja, dat is een, De brave burger, de stoute burger. Ja. En mensen denken dat hij weg is, maar dat... zoals in Limburg zeggen, daar is niet, hè? Ja. Daar is niet weg. Maar voordat we de coronapas gaan behandelen, hoe is het verder met jou? Heb je de afgelopen maanden verder zelf ervaren? Hoe is het in Arnhemland gegaan? Ja, goed eigenlijk. Ik zal heel eerlijk zijn, die lockdown, dat was voor mij rampzalig. Dus... privé, maar ook zakelijk. Ik krijg heel veel uit netwerk en tips en dingen, ook journalistiek. Mm. Dus zeg maar de communicatieve journalistiek, zal ik maar zeggen. Dus dat kan niet als iedereen binnen zit. Ja, en via Zoom ga je geen vertrouwelijke informatie lekken als je ergens werkt. Ja. Zo werkt dat niet. Dus, dan zit je een beetje binnen en je kunt niet weg, je kan niet naar familie. Dus dat was in één keer weg. Dus ik heb vanaf februari een hoop CO2 uitgestoten, jongen. Dat gaat echt nergens over. Ja, was lekker wezen skiën. Dat is allemaal dat soort dingen uit Zuid-Afrika, van familie. Wat was je in Zuid-Afrika gedaan met, wat was die JJ Bosk of zo daar? Ja. En Willem Middelkopen? Ja, dat is Gold Republic. En die doen dingen met, je raad het al, goud. Hmm. Die wilden een conferentie houden over goud. En mensen denken, dat zeg ik ook altijd, mensen denken om de een of andere reden dat ik daar verstand van heb. Dat is absoluut niet het geval. Nou, dan kom ik ergens aan en dan zeg ik dat ook meteen als eerste. Ja. En dan is ook het ijs gebroken. Ik zeg dat je mag niet liegen. Hè? Van alle leugens is de waarheid het makkelijkst om te onthouden. Dus ik zeg dat ook. Jongens, jullie hebben het helemaal verkeerd. Ik ben hier om verkeerde reden. Maar ja, kijk, wat ik altijd zeg is dat... Het is enerzijds, je hebt al wel een heleboel voorspeld waar we nu ook letterlijk in zitten met z'n allen. Ja, dus, klopt. Ja. En dit was maar dat goud inderdaad, met die goudprijs, dat was een neveneffect. Dus ik heb gezegd, je hebt een wankele Europese Unie. Zeker omdat je een euro wil. En dan zul je een aantal financiële dingen moeten doen die praktisch bijna niet haalbaar zijn in een democratie. Dan komt die centrale bank, die zegt, nou dan vul ik die gaten wel. Hè, dus er is geen Europees ministerie van Financiën. Mm. Dan zegt die centrale bank, mooi, nou, dan knal ik wel overal geld heen. En dat heeft verschrikkelijke herverdelingseffecten. In Nederland kun je geen huis meer kopen. Ja. Maar dat moet dan allemaal maar voor de sake of alles bij elkaar houden. En dat zal een vluchtgedrag hebben naar bepaalde activa. Dat geldt voor bitcoin en dat geldt voor edelmetaal. Maar ik was vooral bezig met die sociale effecten. Mm. Wat gebeurt er op het moment dat je een vastgoedbubbel veroorzaakt op krediet, wat nu eigenlijk gebeurt, waardoor mensen geen huis kunnen kopen? Wat doet dat met je samenleving? Ja, want dat huis is ook een belegging. Op dezelfde manier is goud een belegging. Mm. Zo heb ik dat gezegd, maar ik deed dat vanuit sociaal oogpunt. Ja. Nu denken mensen ineens dat ik verstand heb van goud. Ja, dat houdt daar maar in leven, die mythe. Maar dit zeg ik er wel altijd even eventjes bij. Maar ja, ik was in Zuid-Afrika. Ik ben half Zuid-Afrikaan, dus dat was fijn om daar te zijn en mijn familie te bezoeken. Dus Frankrijk. Ik ben in Benidorm geweest om mij af te zonderen om een boek af te maken. Oh, mooi. Dus over al deze materie. Mm.
Dat is bijna, dat is wel, ik heb daar enorme stappen gezet. Dus je wordt steeds afgeleid thuis. Ja, je bent flink aan het koken geslagen nu, hè? Ja, dat, dat inderdaad. Maar daar had ik een mooi wandelend buffet. En ja, er was helemaal niks daar en geen afleiding. Mm. Dus dat was perfect. En ga je deze zelf, helemaal van A tot Z uitbrengen en verkopen? Nee, dat is niet te doen. Dat is veel te veel werk. Dus je krijgt altijd, tikfouten in adressen en postcodes en dat soort dingen, weet je wel. Ja. En dan moet je er achteraan. En dat is echt een werk. Ja, dat heb ik helemaal onderschat. Dat is wel echt een flinke baan. Dus er is nu een uitgeverij, er zijn er een paar die dat willen doen. En, nou, dus dat is, nee, dat ga ik zo niet meer doen. Dat is niet... En wanneer staat hij op de planning? Snel. Ik had het eigenlijk nu al bestelbaar gehad willen hebben. Maar het is enorm. Dus alles zit erin. Mm. Dus over geld, over huizen, over hypotheken. De migratieproblematiek in de Europese Unie, die heeft dezelfde oorzaak als de europroblematiek. Men wil te snel te veel. Mm-hmm. Criminaliteit, mensenhandel valt er ook allemaal onder. Van hé, we doen de binnengrenzen weg, maar we hebben geen politie. Nou, wat zou er dan gebeuren? Ja, dan neemt de maffia die land over. Rusland, Oekraïne, de oligarchen, waar nu veel over te doen is. Mm-hmm. Die domineren de Zuidas compleet. Dat is echt ongezond. Dus Nederland wordt echt een soort... Ja, ik zou bananenrepubliek willen noemen, maar dat vind ik een belediging voor de landen die bananen exporteren. Ja. Dus ja. Nee, maar Nederland wordt een soort oligarchie eigenlijk. En je zag dat recentelijk, en ik vind dat heel mooi, dat heeft mij heel veel ook aandacht opgeleverd. Dat Rutte, die heeft gezegd, nou, we gaan een aantal echt overduidelijk foute Russische boeven. Daar gaan wij het vermogen van confisceren, omdat het gewoon crimineel verkregen is. En omdat dat bijdraagt aan het destabiliseren van Rusland en daarmee de oorlog. Vervolgens wil hij dat dus innen, dus hij wordt internationaal gezegd, nou, jongens, we moeten dat doen. En dan kan hij dat niet, maar dat komt omdat hij die oligarchen, dus Oleg Deripaska, Potanin, al die types, de maker van de Buk-raket, waarmee MH17 is neergeschoten, die wil hij ook pleasen. Dus jij vermoordt 200 Nederlanders met je raket. En dan gaat de premier van dat land, die gaat jou beschermen tegen zijn eigen parlement. Wauw! Dat is het bewijs dat Nederland een oligarchie is geworden. En ik zeg ook al, dat Rutte is niet zuiver. Ik bedoel, als je uitgaat van rationaliteit, van integriteit, dan is het beleid van Rutte, dat is niet rationeel. Ik bedoel, waarom zou je onder deze omstandigheden, waarom zou je die oligarchen willen beschermen, die Russische oligarchen? En de reden is dat hij op 9 april 2013 is hij naar het Kremlin gevlogen. Ik heb er alle foto's van. Alle dossiers, ik weet precies wat er is gebeurd. En dan heeft hij de oligarchen gehaald. Hij heeft gezegd, Nederland is voor jullie, met jullie situatie, is Nederland een ideaal witwasland. Hij heeft reclame gemaakt voor de Zuidas in Moskou en in Kiev. Hmm. Kiev en Rusland hebben hetzelfde. Ik zag dat op YouTube. En waarom doet iemand dat? Ik weet even niet met wie, maar je hebt volgens mij twee hele lange interviews of gesprekken over. Ja, David van Ineveld of dat, die heb ik in Zuid-Afrika ontmoet. Ja, dus ik denk dat dat wel een mooi is voor de mensen die hier echt diep in willen duiken. Ja. In dat dossier. Ja, maar dat zit er ook allemaal in. Dat was zo groot en het is zo groot, maar dat is nu dus... Maar wat doet dit allemaal met jouw hoofd om je met dit soort shit gewoon dagelijks bezig te houden? Dat zou ik heel eerlijk zeggen, dat aspect van die... Bijvoorbeeld dat je met dat MH17, is, wat ik noemde, ik heb dat al eens eerder verteld. Dus ik kom uit Vaassen, dat is een klein dorp, en daar zal je letterlijk eigenlijk nooit iets over horen in de media. Maar recentelijk was daar een kogel afgevuurd bij een arrestatie, had ik begrepen. Dat is echt het spannendste wat zo'n beetje in een eeuw is gebeurd. Hè? Dat dorpje in Gelderland. Mm. En het eerst geïdentificeerde slachtoffer, dat was mijn buurmeisje, die komt daar vandaan. Mm. Tamara Ernst, daar ben ik mee opgegroeid en die heeft op die manier... bekendheid verworven met MH17. Dus ik heb daar een aantal artikelen over gemaakt. En dan zie je dat jouw premier, die weigert sancties na te leven die zelfs vanwege MH17 zijn ingesteld. Dus dan zie je eigenlijk hoe door en door verrot jouw regering is. En dat raakt mij wel eens. Daar ben ik eerlijk in. Dan denk ik, nou, ik ga door met mijn werk. Ik ga door met gewoon dingen blootleggen en onthullen en vertellen, zodat je dingen kunt verbeteren. Dat is altijd de drijfveer. Je moet altijd het idee hebben van... Hey, als ik dit doe, dan
maak je iets beter eigenlijk. Dan kun je bepaalde misstanden oplossen. Maar dan denk ik, dit is zo groot. En die verrotting en zeker het corrumperende effect van de Zuidas. Ja, dus je zegt tegen de hele wereld van jongens, kom hier maar je geld witwassen. Mm. Of je nou een dictator uit Angola bent, of je bent een Russische crimineel. Je bent de president van Oekraïne. Je bent een Chinees staatsbedrijf. Je verkoopt bukraketten. Het maakt niet uit. Iedereen is hier welkom om zijn geld wit te wassen. En dat heeft een effect op dat land. Want dat geld dat gaat lobbyen. Dat wil dat de lokale banken diensten leveren. Zoals met name ING is daar heel erg slecht in. Die adverteert daar ook mee. Dus je hebt dan een bank die je als belastingbetaler moet redden. En die gaat vervolgens gewoon witwasdiensten leveren. Gewoon criminelen die vanuit de hele wereld komen. Mm. En dan is er weer een incidentje met ING, iets uit Oezbekistan. En dan iets uit Venezuela. En dat gebeurt allemaal op de Zuidas. Dan zeggen mensen, oh wat toevallig dat die iemand uit Venezuela en Oezbekistan, die treffen elkaar op de Zuidas. Toevallig, net bij ING, wat toevallig. Nee, dat is geen toeval, maar dat is omdat ING, die maakt overal reclame van kom maar naar Nederland. Hè? De Zuidas is de witwasplek. En die trustsector, die heeft zoveel invloed op de regering, dat die regering sancties breekt. Die zijn ingesteld na de dood van 200 mensen, van zijn eigen mensen. En die gaat dan die oligarchen en die trustkantoren en die banken pleasen. Dat is zo idioot. En ik heb het al eens eerder gezegd, op een gegeven moment dat je in 2018 of 2019 was dat. Toen wilde Rutte ineens vanuit het niets dividendbelasting afschaffen. Ik dacht, nou nu moeten mensen toch zien wat hier aan de hand is. Ik bedoel, dat kost Nederland een paar miljard per jaar. En dat heeft voor een gewone Nederlander geen enkel nut. Heeft alleen maar schade. Maar dat helpt de Zuidas. En toen had iedereen moeten zien van dit is niet de premier van Nederland. Dus hij doet dingen die je niet kunt verklaren vanuit een liefde voor Nederland of iemand die het landsbelang in zijn vizier heeft. En nu wordt dat wel duidelijk. Nu Nederland gewoon echt. Je hebt Bill Bowder, dat is een Amerikaan die. Die had ooit een bedrijf in Rusland, dat is eigenlijk afgepakt door Poetin, mag je wel zeggen. En die had een advocaat, Magnitsky, en die is vermoord. Want die Magnitsky die had in Rusland allemaal corruptie ontdekt, die had daar aangifte tegen gedaan. En er waren er wat mensen die zeiden van, nou, we gaan jou gewoon eventjes couch stellen. Er zijn allemaal wetten aangenomen, de Magnitsky laws, dat is allemaal heel logisch. En die meneer was bij Buitenhof en die verbaast zich ook over onze premier. Van, jij doet bepaalde dingen die vanuit, wat ik zei, rationaliteit niet logisch zijn. Vanuit integriteit. En nu langzaamaan beginnen mensen dit te zien. En dat heeft dus jaren gekost. Dus in 2014 heb je MH17, worden Kamervragen over gesteld. Pieter Omtzigt doet dat, Renske Leijten, Rick Grashoff, Jesse Klaver. En dan zie je dus inderdaad Rutte, de maker van de bukraket, in het parlement verdedigen. Tegen zijn eigen parlement. Terwijl er nog menselijke resten van zijn eigen volk in die velden liggen. Mm. Toen dacht ik, nu moet je toch zien dat het niet goed is. En nu, jaren later, komt dat uiteindelijk. Dus ja, het is, ik vind dat pijnlijk. Ik vind dit met name, dit vind ik een hele pijnlijke illustratie van hoe diep de rot in ons systeem en in onze regering en met name de VVD zit. En onze banken en de Zuidas. Maar jaren later, maar je ziet dus wel als je blijft volharden en je blijft daar op hameren en je onderzoek doen en publiceren en weet ik wat. En dan dus mocht mensen beginnen een journalist zijn en denken, oei, ik vind het moeilijk om ergens de motivatie vandaan te trekken. Mm. Je zult een lange adem moeten hebben. Ja. Maar aan het einde is het de moeite waard. Maar hoe is het dan nu voor jou de moeite waard? Is het feit dat je dingen hebt gezien en die nu letterlijk tot zich ontwikkelen en letterlijk waar zijn? Dingen die je hebt gezien? Ja, dat vind ik ook weer niet leuk. Een oplossing die je... Want jij, het is ook grappig, het zit gewoon letterlijk in je naam, Wellens. Niet eens een Wellens. Maar anderzijds, je legt het een en ander bloot van dat wat eigenlijk gewoon stinkt en gewoon echt niet door de beugel kan. Ja. Maar hoe zie jij dan oplossingen voor? En heb je die in gedachten? Nou ja, kijk, als journalist is het denk ik wel de bedoeling dat je richt op het onderzoeken en beschrijven van
van problemen en van misstanden. En dan zou je... Maar wie zijn dan de mensen in jouw optiek die hier oplossingen hebben? Het parlement. Het parlement moet dit doen. Het parlement kan wetten instellen en controleren op naleving. Dat is wel, denk ik, de volgorde in een functionerende democratie. Dat zou de volgorde moeten zijn. Dus ik kan wel een hinten... heel simpel, ik zou bijvoorbeeld zeggen... leef de sancties in zaken MH17 na. Dus als Sergej Tjemezov of de directeur van Rostec, als je die op de Zuidas vindt... en zijn bedrijf mag daar niet zitten... ga dat gewoon handhaven. En dan kun je zeggen, ja, wat doet het praktisch als je hem weghaalt? Ja, in het begin niet superveel. Het probleem is alleen inderdaad als je hem laat zitten... dan geef je het signaal aan de hele georganiseerde misdaad van over de hele wereld... van in Nederland kun je alles doen. Dus het idee wat je op zaterdagavond op de Wallen hebt... waar gewoon totale wetteloosheid en afwezigheid van een rechtsstaat... omdat een volk zichzelf onder leiding van een niet-integere premier wil verlagen... Met drugs en prostitutie en allerlei andere dingen... dat zie je dus ook op de Zuidas, maar dat is overdag. Dat is het signaal dat je afgeeft. Daarom zitten al die oligarchen ook hier. Dat is geen toeval. Ik heb er foto's van, dat er flyers zijn op de ambassade in Kiev. Van kom naar Nederland, dan heb je asset protection. Ja, nu zie je dus, als je het dan wil invorderen, lukt dat niet. Omdat de regering zelf reclame maakt met asset protection. Ja. Als mensen het zich niet kunnen voorstellen, ik zal hieronder in de comments, ik zal dan dat bewijs gewoon plaatsen, want ik heb dat. Er zijn dus gewoon mensen die werken bij de ambassade en die zeggen van ja, ik moet witwasfeestjes houden. Dat is ook raar. Hè? Ik wist niet dat bij mijn baan bij de ambassade hoorde. Ik dacht dat je moest dingen doen met paspoorten voor als reizigers. Maar ben je wel eens naar zo'n witwasfeestje geweest dan? Die niet, nee. Dat lijkt me wel maalsmoeder voor jou. Ja, het is wel toch gewoon verbind. En anderzijds lijkt me het ook wel doodeng om daar rond te lopen als Arnhem. Ja, dit is gewoon de ambassadeur van Nederland in Kiev. Die doet dat, die heet iedereen welkom. En dan heeft hij dus bitterballen en dan loopt er iemand met met zo'n Volendams mutsje rond. Ik heb daar ook foto's van, dat ze dan... En dat is zo'n presentatie. En zeggen ze, weet je, in Nederland, je kunt belastingvrije geld doorstorten. Vanaf Nederland kan het naar de Bermuda-driehoek, waardoor het uit het zicht is verdwenen. Eventuele contanten kun je via Letland laten lopen. En dan is het ook verdwenen. Nederland heeft een goed investeringsverdrag met Dubai, waar je ook geld naar kunt doorstorten. Maar waar geen uitleveringsverdrag mee is. Ik bedoel, als je een regering hebt die met dit soort argumenten... in Kiev en in Moskou, in de ambassade, lokale ondernemers trekt. Wie denk je dat daarop afkomen? Wat voor mensen zullen dat zijn? Wat voor mensen hebben grote hoeveelheden aandelen die ze opeens hebben verkregen? Dus in arme landen zoals Rusland en Oekraïne, dus waar de bevolking relatief arm is, zit alle rijkdom bij een paar mensen. Die mensen die komen dan in gepantserde auto's aangereden. Die willen geld naar onzichtbare plekken belastingvrij kunnen doorstorten. Die willen geen gezeur met justitie. En in het geval van nood willen ze met een privéjacht naar Dubai kunnen vluchten. Welke mensen zijn dat? Dat is toch gewoon de maffia? Dat moet je toch doorhebben? De ultieme white boy criminals. Absoluut. Maar in Rusland en Oekraïne, dat is geen whiteboard. Dat is met allemaal moorden begonnen. Dus je had allemaal staatsbedrijven bij de val van de Sovjet-Unie. En die waren ineens in handen van een crimineel om de hoek. Daarom zijn die ineens superrijk geworden. Ken jij... Dat is wat hier gebeurt. En dus dat ambassadepersoneel, dat lekt dat. Van, ik dacht dat ik diplomatiek moest doen... en ik sta nu bitterballen te serveren aan de lokale maffia. Wat voor premier heb ik? En dat soort mensen geven mij dan de informatie dat is gebeurd. Er worden dus soms kamervragen overgesteld. Rutte weigert dat te beantwoorden, want hij is letterlijk naar het Kremlin gegaan... naar Poetin, de opperoligarch, en hij heeft daar beloofd... Ik laat de oligarchen met rust. Russische en Oekraïense criminelen krijgen asset protection van de Nederlandse overheid. En het is zelfs zo erg dat die aan Rostec worden aangeboden. En dat is de maker van de bukraket. Nou, in dit geval, wat moet je dan doen? Dan moet je dus als dan de rest van de wereld sancties instelt tegen Sergej Tjemezov van Rostec, kamergenoot van Poetin in Dresden. Dan moet je als Nederland, het enige wat ik vraag, wat ik had gevraagd, wat ik had gewild in 2014... is dat die wetten waren nageleefd. Dat is het enige wat ik vraag, dat Rutte zich aan de wet houdt. Dat gebeurt al niet. En dan zouden er dus Kamerleden moeten zijn, die zouden massaal moeten opstaan...
En dat zijn precies die mensen die nu dan van die brave deugdvlaggetjes, van die Oekraïense vlaggetjes achter hun naam hebben. Ja, ja. Wat afschuwelijke deugdmensen. Het is sowieso niet op dat jij... Dat hadden ze 8 jaar geleden hadden ze hier al mee moeten beginnen. Ja. En 8 jaar geleden hebben ze mij beschimpt. Hebben ze gezegd, ja, het is een beetje raar wat daar gebeurt met Rusland. De hele Oekraïense en Russische maffia zit in Nederland. Die bedreigen journalisten. Dat is geen leuk volk. En al die tijd is gezegd, ja, maar de Zuidas levert Nederland heel veel geld op. En onze banken zijn heel belangrijk voor de economie. Dat zijn ze niet. Onze banken en de Zuidas, de VVD en de Europese Unie, dat zijn gewoon de parasieten van onze welvaart. Die moeten weg. Absoluut. Je ziet nu trouwens ook aan ABN AMRO, dat is heel grappig. ABN AMRO is nu heel woke geworden, hè? Die hebben excuses aangeboden voor slavernijverleden. Oh. Maar dat hebben ze helemaal niet. Er is op geen manier rond te breien dat ABN AMRO slavernijverleden heeft. Alleen ABN AMRO heeft miljarden euro's uitgeleend aan een vennootschap waarvan ik weet dat het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt, en dat kan bewijzen, hè, dat zij zeggen dat is een privé-vennootschap van Poetin. Dus Poetin heeft bij al die oligarchen heeft hij gezegd, ik laat jou met rust. Jij mag doen wat jij wil, dus jouw diefstal is legaal. He, dus je stopt je aandelen in Amsterdam. Dus je maakt in Rusland winst of in Oekraïne winst over een bepaalde fabriek of een bedrijf of een mijn, weet ik wat. Dat sluis je weg via Cyprus, want dat heeft nog een oud belastingverdrag. Dat je dat belastingvrij kunt doorstorten. Vanaf Cyprus naar Amsterdam, want het heeft de euro vrij verkeer van kapitaal. En Nederland heeft ook een deal met Bermuda, dat als crimineel geld Nederland binnenkomt, dat in Bermuda kan verdwijnen. En dan kun je vanuit Bermuda, kun je in een onzichtbare vennootschap, kun je vastgoed kopen. Dus daardoor kun je speculatief vastgoed kopen. En dan heb je dus de situatie gecreëerd dat gewoon Nederlandse werkenden, bouwvakkers, verplegers, weet ik veel, die moeten een giga huur betalen aan allemaal mensen die gewoon in Rusland geld hebben gestolen. Die hebben dat via Amsterdam kunnen witwassen. En dan ben je gewoon een slaaf geworden van die mensen. Je bent gewoon een slaaf van de maffia en de oligarchie geworden. Dat is eigenlijk wat lang verhaal kort, wat hier gebeurt. Maar wat doe jij hier dan nu vandaag de dag mee in je dagelijks leven? Nou ja, ik schrijf dit op en ik laat dit zien. En gaandeweg snappen mensen dat ik gelijk krijg. En al die tijd is het zo geweest dat mensen zeiden van ja, maar die banken en die trustkantoren en die Zuidas, al die glimmende torens, daar verdienen we heel veel geld mee en zo. En ook Europa, vrij verkeer van kapitaal, de VVD is goed bezig. En gaandeweg beginnen mensen dat te zien, dat het is een fake economie. De helft van die kantoren op de Zuidas is überhaupt leeg. Dat is een kamerplantbedrijf. Ja. Daar zit niks. Dat is een show. Er wordt gedaan alsof het een echt bedrijf is. En ABN AMRO heeft, maar Rabobank heeft dat ook gedaan. Dat weet ik om privéredenen, maar ik, in ieder geval, die zijn er niet echt mee doorgegaan. Maar met name ABN AMRO en ING hebben dat gedaan. Die hebben gezegd, dat geld dat door Nederland sluist, met die trustkantoren, daarvan moet onze bank ook gewoon diensten aanleveren aan die bedrijven. Dus letterlijk die banken, die zien wat die trustkantoren allemaal binnenhalen aan fout geld. En dan denkt een bankier van, hey, kan ik daar niet nog extra diensten verkopen? Voor een notaris of een advocaat. En ABN AMRO heeft op een gegeven moment een bedrijf ontdekt en dat heet Gunfor. En dat is een oliehandelaar. En dat had een goede vriend van Poetin als aandeelhouder. En als je nu het Amerikaanse ministerie van Justitie belt, dat kun je gewoon doen. En zij zeggen, dat bedrijf, daarvan is een bepaald percentage van de aandelen is in handen van Poetin via zo'n Bermuda, Amsterdam-Bermuda, schaduwvennootschap. En daarom is Poetin heel rijk. Elon Musk werd laatst gevraagd, van ben jij de rijkste man op aarde? Zegt hij, nee joh, Poetin is veel rijker. Alleen bij Elon Musk zit alles in één bedrijf, grotendeels. Ja, bij Poetin heeft hij dus steeds overal gewoon 10% hier, 10% daar. Bijvoorbeeld van dat Gunfor, zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie. En toen hebben al die banken die hebben gezegd van nee, we moeten dan een beetje uit het bedrijf uit de buurt blijven. Zelfs ING, hè, toch niet vies van een beetje witwassen. ja, ING kreeg een boete voor witwassen. En dat deden ze omdat zij dan geld wit gewassen voor de Amsterdam Trade Bank. Dat is van Michael Fridman. En dat is de zakenpartner van Rutte bij het binnenhalen van bij die ambassadefeestjes. Staat gewoon op de flyer. Van dit is een initiatief van de Amsterdam Trade Bank.
van Michael Fritman en de Nederlandse regering. Het staat gewoon letterlijk op die flyer. Ik zou je dat ding toesturen. En uiteindelijk dacht die Fritman van, hé, wat leuk, ik heb allemaal mensen naar de Zuidas gehaald. Ik ga hier ook nog eventjes geld witwassen. En daarom kreeg ING die boete. Omdat ze voor die gozer specifiek geld hadden witgewassen. Dus je hebt dus iemand die wast geld wit via een bank die via de staat is gered. En die persoon die haalt andere oligarchen en criminelen naar Nederland. In samenwerking met die regering van dat land. Ja, en daarom zeg ik, dat is gewoon een vervallen land. Maar ja, dus, maar in ieder geval, ABN AMRO heeft gezegd, wij gaan dat gun voor, gaan wij enorme leningen geven. Dus wetende welk reputatierisico er aan dat gun voor zit. En daar gaan wij miljarden euro's aan uitlenen. En dat zal in de komende weken of maanden zal dat worden ontleed. En zal er worden gekeken van, hey, van wie zijn die aandelen in dat bedrijf precies? Welk gedeelte is misschien van Poetin? Kunnen we Poetin op die manier treffen? En dan blijkt op een gegeven moment dat daar gewoon dat ABN AMRO daar vuistdiep in zit. Dus die gaan een afschuwelijk reputatierisico doen, oplopen. Dus wat doet ABN AMRO? Dan gaan ze allemaal woke bagger verspreiden. Mm. Gaan zeggen, we zijn tegen racisme en we schamen ons onder slavernijverleden. Mm. Het grappige was, die CEO van ABN AMRO, hè, die was bij zo'n praatprogramma. Volgens mij zag ik hem op het NOS-journaal. En die zei, ja, ik schaam me zo voor slavernij. Ik ga stages aanbieden aan mensen, aan people of color. Zo, wauw, dus je schaamt je voor slavernij. En daardoor wil je dat bruine mensen uit de Bijlmer bij jou gratis komen werken. Dat slaat allemaal nergens op, maar dat sloeg überhaupt nergens op. En ze hebben ook reclameposters dat er allemaal transgenders en mensen en dat ze heel seksueel divers zijn. Mm-hmm. Dus, maar het is gewoon, ze willen gewoon heel knuffelbaar lijken, maar het is gewoon een bank met een gigantisch afbreukrisico. Ja. Moet gewoon weg. En het weg is, ermee. Dus op die items aan zich, dat haalt. Nou ja, goed, dat is ook weer een hele rabbit hole als je daar weer in gaat duiken. Maar dat haalt complete polariteit weg van man-vrouw. Alles maar als hetzelfde willen benaderen. Ja, ook dat. We kunnen daar ook nog even inhoudelijk. Ja, ik weet er niks van. Maar ik vond het wel heel opmerkelijk dat het inderdaad dat. Ja, dat zijn gewoon van die kaarten die gespeeld worden. Van, ja. Oh, kijk ons eens. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag. Namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code MATTHIJS10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Is dat leuk als je op ABN AMRO en racisme zoekt? Dan blijkt dat ze in 2017 hebben ze daar een bepaalde zwarte mevrouw, hebben ze dus kennelijk schandalig behandeld, maar ik verwijs even naar die artikelen erover. Zoek gewoon op ABN AMRO en racisme. Die mevrouw klaagt erover en hebben ze alles zo gelaten. Zou boeien. En op een gegeven moment komt dan dat Black Lives Matter gebeuren. Mm. En dan zegt ABN AMRO ineens, oh, vind je racisme zo belangrijk? Als je het zo belangrijk vindt, waarom had je dat in die 3 jaar ervoor niet besproken? Mm. Dat je die situatie met die specifieke mevrouw eventjes gewoon netjes een beetje oplost. Ja. Dat doe je niet, omdat je niks kan schelen. En dan zien zij de waarde van, hey, wij kunnen daar reputationeel mee scoren. Dan doen ze dat. En nu, op het hoogtepunt, want nu ABN AMRO weet nu van, hé, al die brievenbussen worden omgekeerd. En met die oligarchen, door die oorlog in Oekraïne. Er wordt duidelijk welke banken daar geld aan hebben uitgeleend. Dus dan moeten we even een wit voetje halen voor het geval we straks weer gered moeten worden. En dan komen er ineens posters met transgenders en slavernijonderzoeken. Ik zeg altijd tegen mensen van, maar vind jij dan niet dat... vind jij racisme dan niet erg? Of vind jij dan niet dat mensen hun eigen seksuele vrijheid moeten kunnen hebben enzovoort? Die zeggen, maar dat is punt niet. Dat is punt helemaal niet. Dat die dingen nu gebeuren, dat heeft niks met die onderwerpen op zichzelf te maken. Dat is gewoon een bankier die zichzelf aan het witwassen is in termen van reputatie. En hoe zie jij de correlatie met dit alles en de coronapas? Nou, kijk, daar is een verband. Dat is moeilijk uit te leggen. Want bijvoorbeeld wat je dus net noemt van Black Lives Matter, transgender, dat soort shit zit ook allemaal bij de 2030 plannen. We moeten genderneutraliteit creëren, dat soort tafereelen. Kijk, dat vind ik moeilijk, dat weet ik niet. Maar kijk, wat ik wel weet is... wat ik 100% zeker weet, is dat op 7 februari 2013 is besloten er moeten Europese schuldbewijzen komen. En dat staat gewoon heel simpel op de website van de Europese Commissie.
van wij willen die schuldbewijzen hebben. En even één dingetje in Europa, dat is, als je zegt, nou, er zit ook een soort regering. Dat is vrij lastig, maar laat me het kort voor de achtergrond vertellen. Je hebt een meer financieel kader, meerjarig kader. En dat is je begroting van die regering. En je hebt dan de Europese Commissie, die dan zich als een soort regering gedraagt. Zonder dat daar een parlement zit met recht van initiatief. Dus ik noem dat daarom een autocratie. De Europese Unie is geen democratie. Alleen die termijnen van die begroting en van het bestuur lopen niet één op één. En dat is heel raar. Dus jij bent bestuurder en dan moet je het doen met een budget van iemand anders. En je hebt nu een financieel meerjarenkader. En dat loopt van 2021 tot 2027. En de Europese Commissie die er nou zit, die is in 2019 begonnen voor een periode van 5 jaar. En precies in die periode daartussen kreeg je corona. Hmm. En die mogelijkheid is aangegrepen. En dan kun je zeggen, oh, je bent een complotdenker. Nee, je bent een complotdenker. Mensen die dat zeggen, zijn lui. Mensen die mij van complot denken, maar dat gebeurt vrij vaak, die mij daarvan beschuldigen, die zijn lui of doelbewust onwetend. Ga naar de website van de Europese Commissie en zoek op EU Legislative Train, de wettentrein. Merk op dat de analogie met een trein, hè, van het kabbelt zo, het dendert sowieso door. En mensen hebben vaak dat idee, hè, van ja, maakt niet uit wat ik vind, er wordt toch doorgeduwd of zo. Mm. Er zit een bepaalde agenda achter. Dat is ook zo. En die analogie van de trein die sowieso doordendert, ik heb dat niet verzonnen, hè. Dat staat gewoon op de website van de Europese Commissie. Die hebben de wettentrein en die hebben allemaal plannen. En dan hebben ze gezegd, nou, we hebben 6 perronnen die we willen bereiken. We willen een soevereine Europese Unie, we willen digitalisering. Daar komt die coronapas uit. We willen, het moet groen zijn, inclusief, social development. Dat zijn 6 perronnen. En daar staan treintjes op. En zodra er een extra wet is aangenomen die zo'n plan versterkt, dan staat er ook, dat is een carriage. We hebben een extra wagonnetje aangedaan. En dat treintje, dat moet in 2025 ergens zijn. Hmm. En dat staat gewoon met stoplichten van, ontspoort. En gewoon in die analogie. Dat is die Ursula von der Leyen, die voorzitter van de Europese Commissie. Die heeft dat bedacht. Je wordt nu als complotdenker weggezet als je zegt van ja, nee, maar dat is gewoon een trein die rijdt waar je op zit en waar je niks aan kunt doen. Zo van de coronapas, die komt toch weer terug. En zo van, ja, de pandemie is toch voorbij, de coronapas is niet weg. Is toch weg. Nee, is niet waar, want die coronapas zit in die wettentrein. Hmm. En die wettentrein rijdt door, dus die coronapas komt gewoon terug. En dat staat gewoon letterlijk op die website van de Europese Commissie. Nou, die Ursula von der Leyen, die wil heel graag een digitale agenda. En dat betekent dat er Europese digitale paspoorten moeten worden uitgegeven. En Nederland is daarin de voortrekker in de Europese Raad. Dus waar die regeringsleiders in zitten. Dus onze premier en de voorzitter van de Europese Commissie, die willen allebei heel graag een Europees digitaal paspoort. In de vorm van een QR-code. En dat is rond 2018 ontwikkeld. En op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens staat in 2019 dat er een proef moet worden ontwikkeld om in de horeca te kijken hoe je kunt werken met QR-codes. Ja, dat kan me nog herinneren, ja. Dat in de horeca inderdaad. Ja, heel specifiek. Van waarom, dus ik zeg altijd gekscherend, als ik ergens kom, als ik ergens een biljartbal kom leggen in een café waar mensen mij 20 jaar kennen of zo. Waarom ga ik ineens die QR? Dan zeggen mensen, jij, dat is Arno. Ja. Sommige mensen vinden me heel leuk om mijn filmpjes. Dan krijg ik een biljartbal of een bitterbal en anders krijg ik een biljartbal tegen mijn hoofd. Bij wijze van spreken. Maar dat slaat toch nergens, want ik met mijn QR-code ga rondlopen. Nou ja, het is natuurlijk geniaal. Ik bedoel, ook Haarlem, culinaire hoofdstad van Nederland, 2019 volgens mij. Ja. ja, dat is natuurlijk waarop wij onze vrije tijd graag. Of, ja, daarover. Daarom, dus dat is dus met het idee dat jij in jouw dagelijks verkeer die QR-app nodig hebt, die vanuit Europees oogpunt heel goed te verklaren is. Maar dat heeft dus niks te maken met corona. Alleen, wat gebeurde er nou? In 2019 had mevrouw von der Leyen die wettentreinen klaargezet met Europese digitalisering. En alleen ze had daar geen geld voor, omdat in de lidstaten niet was uit te leggen waarom je zo vergaand moet digitaliseren. Mm. Toen kwam de pandemie als een geschenk uit de hemel. Ik zeg niet dat mensen dat bewuste een virus in elkaar hebben geknutseld, want dat kan ik simpelweg niet bewijzen. En wat je niet kunt bewijzen, is niet waar. Maar wat waar is, omdat het waar is en je kunt het bewijzen, is waar. Zo werk ik. Maar never waste a good crisis. Hmm. Pandemie is daar.
En, en toen was er een recessie. En toen werd er gezegd, nou, maar die recessie, hè, want gewoon alles ging dicht. Nou, om die recessie te bestrijden is er een herstelfonds ingericht, waar Nederland in 2023 geld uit krijgt. Dat is gek, want die pandemie die liep tot 2021, tot februari. Waarom zou je daarna dan je herstelgeld moeten krijgen? En wat betekent dat, herstelgeld? Herstelgeld, dat betekent dat je geld krijgt om je economie te digitaliseren. Maar je moet het zelf inleggen. Dus Nederland stopt 48 miljard euro in een pot, krijgt daar 10% weer uit terug. En dat moet dan Nederland uit de recessie trekken die veroorzaakt is door corona. Dat is een onzinnig argument, want het herstel trad op het moment dat de bedrijven weer open mochten. Als je tegen een bedrijf zegt, jij moet dicht, dan krijg je economische schade. Minder economisch verkeer, werkloosheid, lagere koopkracht. Daarna wordt er gezegd, hey, de pandemie is ineens weg. Je mag weer open. Nou, dan gaat de economische output terug naar het... Ja, dat noemen ze een V-shaped recession, noemen ze dat. Heb ik ook niet bedacht. Was Arnoud Boot, die kwam daar ineens mee. Zat ik in een discussiepanel met hem. Begon hij over de V-shaped en met allemaal letters had hij. Nou, logisch eigenlijk, weet je al, V en W, dat is een double dip. En eigenlijk volstrekt logisch wat hij deed. Ja. Nou, goed. In ieder geval, toen had je de V-shaped recession. Dus toen was je weer terug op je oude niveau. Als je op dat moment alsnog een herstelfonds gaat doen, om uit van recovery, een herstelfonds van de recessie. We have to recover from the recession, zo heet dat. Het staat allemaal in dat fonds, het staat allemaal in die wettentrein. RFF, zoek dat gewoon op. Als mensen het zich moeilijk kunnen voorstellen. Alleen, je geeft dan een medicijn als de patiënt al beter is. Ja. Dus dat medicijn is geen echt medicijn. En wat is er nou gebeurd? Ursula von der Leyen wil heel graag die digitalisering uitrollen. Ze had er geen geld voor. Toen wilde zij schuld kunnen uitgeven. Als je geen geld hebt, neem je gewoon een lening. Dan betaal je hem later terug. Dat is wat zij wilde doen. En dat mocht zij doen, omdat in 2013 bij een grote eurotop al is besproken dat er ooit coronabonds zouden komen, of eurobonds, of hoe je het wil noemen. 2013 is het al besloten. Eurotop van 7 februari 2013. Toen was er dus die pandemie en toen kon zij al haar plannen financieren. En toen heeft ze dus ook gezegd van ja, ik ga uit de Europese begroting, ga ik een paar honderd miljoen euro aan een stichting geven die kinderen gaat vaccineren in arme landen. En als jullie daar niet mee akkoord gaan, dan gaan er 8 miljoen kinderen dood. Staat letterlijk op de website van de Europese Commissie. En zei ze, maar ga nou akkoord met een nieuw financieel kader. En dat is de termijn van de commissie loopt van 2019 tot 2024. Maar haar begroting loopt van 2021 tot 2027. Dus zij had door, als zij nu die coronapandemie kan misbruiken om die eurobonds eindelijk voor elkaar te krijgen, die toch wel op de plank lagen. En het verband staat gewoon op de website van de Europese Commissie. Die coronabonds en de eurobonds uit 2013. Heeft niets met corona te maken. Dus toen zei zij dus van ja, ik ga iets doen met virussen en ik ga 8 miljoen kinderlevens redden. Maar dan moeten jullie wel akkoord gaan met een nieuw financieel kader, een MFF. Dat meerjarige financiële kader. Kun je nog herinneren dat je die discussie had in 2020? Dus in die start van de pandemie ging het over de vrekkige vier. Dus dat een aantal landen in de Europese Unie die wilden niet betalen voor anderen. Dus dan kregen we allemaal beelden op tv van Italiaanse ziekenhuizen en Spanje, waren mensen heel ziek en zo. En Nederland zou er geld moeten geven, maar Nederland weigerde dat. Dat was die discussie. En toen ging Nederland overstag, want er gingen mensen dood in ziekenhuizen in Italië. En en passant zou Ursula von der Leyen ook nog 8 miljoen kinderlevens in Afrika redden. Als je die claim, dat getalonderzoek, blijkt ook niet te kloppen, slaat nergens op. Nederland had al lang geld gegeven om die kinderen te helpen. Dus er komt er nog zo'n emoterreur ding overheen achteraan. Alleen toen is gezegd van oké, wij gaan akkoord met die eurobonds. En die zijn in 2021 uitgegeven. Dus zij heeft het heel slim gespeeld. Dus zij had al een plan. Ze had de middelen niet. Toen kwam de pandemie. Toen zei ze van hey, die pandemie rechtvaardigt eurobonds of coronabonds. Zoals in 2013 al besloten. Toen heeft ze dus eigenlijk een soort emoterreur op ons losgelaten. Van ja, als je dat niet doet, dan gaan er overal mensen dood enzovoort. Uiteindelijk is er helemaal niks van dat coronageld naar ziekenhuizen en zo gegaan. Hè? Dat is gewoon één grote grap, één grote nepshow.
En alleen toen zijn wij, we zaten in die lockdown, er was pandemie, er was recessie, bang, virus, geen vaccin, weet ik veel. De Nederlandse bevolking was murf gebeukt, ging toen akkoord met die eurobonds, met die coronabonds. En toen had ze haar geld. En weet je wat ze twitterde op het moment dat ze haar geld kreeg uit die eurobonds? Dan zei ze van, ik heb een digitaal plan. And now I have the resources. Zegt ze letterlijk op haar Twitter. Het is dus niet zo dat er een pandemie is en dat daar een reactie op wordt geformuleerd. Mm. Nee, zij had al een plan voor de pandemie. Ze gebruikt die pandemie om eurobonds coronabonds te noemen. Mensen vinden dat acceptabel. Dus de discussie over een hogere afdracht aan de Europese Unie is op die manier gewonnen. Dan zeggen ze, now we have the resources. Het is gewoon een vooropgezet plan. Vervolgens is de vraag, wat ga je doen met al het geld met die digitalisering? En een van die dingen is dat er een Europees paspoort moet worden uitgerold, waarvan de financiering in een begroting zit die tot 2027 loopt. Mm. Dus die coronapas is helemaal niet weg. En er staat allemaal op de website van de Europese Commissie dit. Ja. Die mensen niet lezen. Ja, dat is ook in ieder geval in mijn omgeving dat wanneer je dit überhaupt noemt bij mensen. Dus van, ja, heb je wel eens naar China gekeken? China. Maar dat bouw je hier. Ja, precies. Dus dat is dat is mijn zorg. Toen ik mijn moeder dat vertelde. Van, ja, mam, heb je wel eens over zo'n groene pas gehoord? Zeg maar die app die jij gedownload hebt. En, ja. Want ze zei al wel van, het wordt nu wel heel gek met al die boosters en zo. Dus na twee prikken had ze wel zoiets van, ze heeft nu ook corona. Toen moest ik ook wel lachen. Oh, dat is gemeen. Ja, dat is gemeen. Maar goed, ik heb netjes voor de gebit dat ze beter wordt. Maar, ja, hielp dat? Dat weet ik niet. Ga ik aankomende week even. Hoop ik wel, ja. Maar verder gaat het volgens mij prima met ze. Dus, maar het is gewoon ironisch natuurlijk. Je laat je volschieten met van alles en nog wat en je krijgt alsnog... Je moet nu een booster nemen als je op vakantie wil. Ja. Dat is toch het bewijs dat het om die pas op zich gaat. Dus die pas wordt gewoon ons Europese paspoort. En om dan de koppeling te maken met die banken, die is er wel degelijk. Kijk, die centrale bank, dat is bekend, die drukt allemaal geld bij. En de laatste keer dat ze dat konden doen was tijdens corona. Het werd nog een keer de rente verlaagd en nog een sloot geld eroverheen. Op een gegeven moment gaat de rente negatief worden. Of diepere negatief, die is al negatief. En dan moet je toen een central bank digital currency, zo heet dat. Dus dan moet je digitaal geld hebben. Want, wat gebeurt er? En dat heet monetary, dat heet de zero lower bound on monetary policy transmission. Als mensen zich niet kunnen voorstellen dat dit bestaat, ga naar de website van de ECB, of de Nederlandse Centrale Bank DNB, of naar de Bank of International Settlements. Dat is de bankiersclub van alle centrale banken. En zoek op het begrip zero lower bound with respect to monetary policy transmission. Wat de fuck is dat? Ik ken de term ook niet. Maar als ik het vertel, is het ontiegelijk logisch. Snap je het meteen? Monetary policy komt erop neer dat de centrale bank die verlaagt de rente op jouw spaargeld. Dus je hebt 4% spaargeld. Stel je hebt 100.000 euro spaargeld. Dan krijg je 4.000 piek bonus. Krijg je gewoon. Rente. Top. Maar als die rente nu wordt verlaagd, naar bijvoorbeeld 2%, als de centrale bank dat doet, dan krijg jij geen 4.000 meer, maar slechts 2.000 euro. Dat zal voor een hoop mensen, dus het is niet te individualiseren, maar door de bank genomen zal 1 op de zoveel mensen zal dan zeggen, nou dan ga ik wel meer uitgeven op korte termijn. Want de bonus, de winst op sparen wordt kleiner, dan zullen minder mensen dat doen, daardoor zullen ze op korte termijn meer uitgeven. En dat kan een manier zijn om de economie te stimuleren. Dat is hoe dat werkt met die rente. Alleen wat gebeurt er nou? Als jij onder de nul zit met jouw rente, wat ga je dan doen? En je wil want dan krijg je dus negatieve rente. Mm. Je moet gewoon geld betalen over je spaarrekening. Ja, ja. En je wil dat niet. Weet je wat je dan doet? Het is heel simpel. Fiets gewoon naar de pinautomaat. Wees van die negatieve rente af. Dus op het moment dat die rente negatiever en negatiever wordt, dan zullen mensen vaker naar de pinautomaat fietsen. Dat is een meetbaar verschijnsel. Het is nog niet een heel groot meetbaar verschijnsel, maar het verschijnsel bestaat. Wie moet ervoor zorgen dat die pinautomaten vol zitten met geld dat jij kunt pinnen? Weet je wie dat doet in Nederland of in de Europese Unie? De ECB, de centrale bank. Dus degene die pinautomaten vult, die schiet eigenlijk de centrale bank in de voet. Want die centrale bank had gehoopt van, hé, ik verlaag de rente.
mensen gaan meer uitgeven, maar dat doen ze niet. Want op een gegeven moment, als je onder de nul zit, dat is die lower bound, de zero lower bound. Mm-hmm. Dan gaan mensen meer geld opnemen. Dus die centrale bank is zichzelf aan het beschadigen. Nou, dat is de oplossing heel simpel. Dan verbied je contant geld. Ja. Maar dan moet je ook stablecoin en dan moet je ook crypto verbieden. Maar dat is in principe ook al best wel een tijdje gaande. Je kan steeds minder en minder cash betalen bij bedrijven. Ja, dat is wat hierachter zit. En als je dit wil laten slagen, en dat moet je dus doen. Hè, dus die Europese leiders die zeggen, wij hebben een euro. Wij zijn te laf om gewoon tegen de burgers te zeggen dat ze belasting moeten betalen. Hè, geen cent meer naar de Grieken. We maken winst op de euro, dat is niet waar. Als je dat project wil, dan zul je moeten bloeden en zwaar ook. Maar kiezers willen dat niet. Worden ze met leugens, geen cent meer naar de Grieken, geen hogere belastingen enzovoort. Worden ze door Rutte een beetje kalm gehouden. Dan zegt die centrale bank, nou, jullie willen het niet doen, dan doe ik het wel. Dan ga ik wel steeds de rente verlagen en geld bijdrukken. Dan ga ik wel kunstmatig de boel bij elkaar houden. Alleen op een gegeven moment loopt die bank die loopt tegen de nullijn aan, de zero lower bound. Mm. En die zegt dan van ja, op het moment dat ik nu nog geld bijdruk, dan gaan mensen geld pinnen. En daardoor lukt mijn stimulans niet en ben ik dit wapen kwijt en ben ik straks machteloos. Nou, wat is de oplossing? Geld, dus contant geld en vluchtmogelijkheden voor negatieve rente gewoon weghalen. Maar als je dat doet, dan ga je gewoon naar Chinees digitaal social credit system. Want dan is alles digitaal en dan zijn er instituten waar je geen democratische controle of zeggenschap over hebt. Die maken dan heftige beslissingen voor jou. Die grijpen diep in jouw leven. Als alles digitaal is, dan zijn al jouw transacties, die zijn dan ook meetbaar. Kun je AI op loslaten, je kunt die data verkopen voor marketeers. Daar zit ook handel in. Hmm. Elektronisch patiëntendossiers kun je verkopen enzovoort. Dat is waar je dus heen gaat. En dat digitale geld, en dat is heel logisch. Hè, kijk, als jij mij straks een tientje geeft voor... ik noem maar, wat heb je hier iets liggen wat ik leuk vind? Een bril of zo, een krant. Ja, ik wil jouw bril. Wat moet ik betalen voor die bril? Nou, 50 piek. 50 piek, prima. Ik heb geen 50 piek bij me, maar ik heb wel altijd contant geld bij me. Je moet, als daad van verzet, blijf contant geld gebruiken. Dat is heel belangrijk. Contant geld is ontzettend belangrijk. Er zit geen negatieve rente op. Daar gaat het over. Stel dat ik jou 50 piek wil betalen, dan kan ik jou 5 tientjes geven. En dan ziet niemand, en dan gebruiken wij het geld van de centrale bank. Het is hun eigendom. Mm-hmm. Maar niemand ziet dat wij deze transactie hebben gedaan. Mm. Als je dit naar het digitale wil trekken, dus alle transacties moeten digitaal, dan moeten wij inloggen voor die simpele transactie die we net beschreven. Dus je moet een inlogsysteem maken. Dus je moet een unique identifier krijgen, zo heet dat in die database-wereld, in die IT-wereld. Dus iedereen moet gewoon een Europees sociaal digitaal nummer krijgen. Sociaal-fiscaal nummer. Komt een Europees BSN aan, waarin jij kunt inloggen met een QR-code. En dat is nodig om digitaal geld mogelijk te maken. Central Bank Digital Currency. Je kunt geen Central Bank Digital Currency hebben zonder centraal gereguleerd digitaal inlogmiddel. Want anders kan ik jou die 15 niet betalen digitaal. Mm. Dat is wat hierachter zit. Dat is de grote gebeurtenis. En die coronapas, die is gewoon een uitvloeisel van die digitalisering van die paspoorten, die toch al gebeurde. En de financiering daarvan en het plan daarvan komt dus uit 2019. Op 1 december, toen die Ursula von der Leyen aantrad, toen had ze die wettentrein gelanceerd met die digitalisering. Die bouwde voort op plannen die er ook toch al lagen. Er was alleen geen geld. Hmm. Toen kwam corona. Er werd gezegd, now we have the resources. Zo zei ze dat. Toen kon ze dat doen. Dan wordt er dus geld opgehaald vanwege corona. En dat geld gaat naar een digitale surveillance staat. En ik kan er, Matthijs kerel, ik kan er niet bij met mijn hoofd. Waarom komen mensen niet in opstand? Waarom zeggen mensen niet van, er wordt geld opgehaald. 800 miljard euro, hè? Er wordt geld opgehaald vanwege een ziekte. Dan moet dat geld toch naar de zorg gaan? We deden het toch voor de zorghelden allemaal. Ja, door de zorgmedewerkers ontslagen. Die worden ontslagen. Ja. Maar oké. Okay. Ja, waarom komen mensen dan niet? Waarom komen mensen dan niet in opstand? Daarna? Omdat ze het nog niet snappen. Ik denk dat ze murf zijn gebeukt door die pandemie. Dat ze blij zijn dat ze weer een beetje vrijheid terug hebben. Dat ze dat koesteren. Dat ze ook niet inzien dat die voorwaardelijkheid betekent dat het zo weer is omgedraaid, die knop. Hmm. Er zijn allemaal brave mensen die hebben zich tig keer laten vaccineren en die hebben daar foto's van op Instagram gezet. En nou prima, het is jullie lichaam, hè? Die hebben die app omarmd. Die hebben gejuicht toen ze die app konden krijgen.
En die gaan straks met de naar de camping in Frankrijk. En dan is het ding rood omdat ze niet de juiste booster hebben. Al die mensen die gaan langzaam aan wakker worden. Ik hoop het. Ik hoop het voor ze. Maar dit punt snap ik niet. Dus je zegt, hey, er is een pandemie. Er is een probleem met zorg. We gaan een digitale dictatuur bouwen. En er gaat niks naar zorg. En waarom dan? Waarom bouwen wij een digitale dictatuur? Omdat het plan lag er sowieso al. En corona was de manier om de resources op de juiste plek te krijgen. En dit probeer ik nu allemaal gewoon in een boek te stoppen. Er zitten dus... Ja, maar dan eigenlijk is dit het verhaal. Maar mensen kunnen nu al gewoon in hun omgeving zien. Mensen kunnen zeggen, wat het resultaat van corona is niet dat de zorg is versterkt. Is niet dat er meer IC-bedden zijn bijgekomen. Het enige resultaat is dat wij een Europees digitaal paspoort hebben. En vanaf 2 juni krijgen we allemaal een Europees BSN. Dat staat in de EIDAS-richtlijn, die in 2021 is verscherpt. De EIDAS-richtlijn, die regelt die digitalisering. En die komt eigenlijk uit 2014 al. Voor corona. Maar wat zeg je dan nu tegen de Nederlandse burger? Wat hebben wij hier nu gewoon massaal te doen? Wat doe jij hier nu thuis in het dagelijkse leven aan? Je betaalt met cash geld? Ja, ik loop met mijn hoofd tegen de muur. kijk, wat je moet doen is... Kijk, sowieso ten eerste is het belangrijk dat mensen zich informeren. Dus heel vaak nemen mensen... Dan komt er iets van, ja, nee, maar het is corona. Dus moet een coronafonds komen of zo. Ga gewoon naar de website van de Tweede Kamer. En kijk waar dat geld heen gaat. Kun je gewoon doen. Mensen doen dat niet. Kijk gewoon wat er achter dat plan zit van die digitalisering. Het staat allemaal op de... ook op de website van Rijksoverheid. En er moest eigenlijk een groot referendum over moeten komen. Van willen wij dit? Willen wij een Europees digitaal paspoort? Want als er een Europees digitaal paspoort komt... met alle plannen rondom digitalisering daaromheen... dan zijn jouw bankgegevens... Ja, straks jouw CBDC en jouw medisch dossier... die zitten aan elkaar gekoppeld in één app... wat een gigantisch criminaliteitsrisico is. Want je hoeft maar één ding te hacken... en je hebt van 500 miljard mensen heb je alles. Idioot dat dit überhaupt wordt gebouwd. Het is monsterlijk. Maar het maakt ook dat de overheid jou constant overal kan volgen... jouw data kan verkopen. Dat is het plan dat hier ook achter zit. Staat ook gewoon op de website van de Europese Commissie. Er moet een European Union Data Space komen. Zoek daarop mensen... European Union Data Space. Zodat bedrijven in jouw elektronisch patiëntendossier kunnen zoeken. Daarom moesten die krengen gekoppeld worden. Dat zit hierachter. Het is niet dat het voor jou of voor mij handig is. Dus als je in de voorloper van die EIDAS-richtlijn kijkt... dat is een document uit 2011. Staat er in de preambule punt 39... dat Europeanen die gaan soms... wil je naar de camping in Frankrijk, noem maar wat... Dan knal je onderweg tegen een boom, lig je in het ziekenhuis... en een Franse dokter zegt... je komt op, van ja, je kunt niet vertellen dat je een soort bloedverdunner hebt... waardoor je niet in gesneden moet worden. En want jij ligt voor pampers. Ja. Nou, dan zou je dus... Dus dat is handig als er dan een systeem zou zijn... dat die dokter direct bij die Nederlandse arts van die gozer... of die mevrouw even zijn EPD'tje kan kijken. Zo is dat begonnen. 2011 staat dat. En in de preambule van dat document... staat ook nog van, ja, maar is geen hond die hier gebruik van gaat maken. Want ja, het heeft helemaal geen nut voor Europeanen, want het gebeurt nooit. De Europese grensoverschrijdende zorg is er niet. En dat komt omdat die bewoners, die Europeanen, die zijn helemaal geen Europeanen. Je bent Nederlander of Spanjaard of Fransman, weet ik wat. Je woont in je eigen lidstaat. En daar handel jij en daar ga jij naar het ziekenhuis. En wij zijn geen Amerikanen. Er zijn heel veel pro-Europeanen die willen dat. Hè. Die denken dat wij Amerikanen zijn, maar dat zijn we niet. Wij zijn... Europeanen, dus divers op ons continent. Dat is de pracht van... Dus, maar goed, er staat van... Ah, maar als we dan daar iets voor gaan regelen... dan moeten we het Europees regelen, dat is mooi en zo. Maar dat was dus nog gedacht vanuit de burger. Zo van, ja, als die dan tegen een boom knalt met zijn dronken hoofd... ja, dan moeten we iets moois regelen. En in 2014 is gezegd, nee. Maar dan moet je dus grensoverschrijdende... identificatie voor zorg, e-health... Zo is dat e-health, zo is dat principe begonnen. En in 2014 heeft een aantal medicijnfabrikanten of zo, die hebben gelobbyd. En die hebben gezegd, nee, dat e-health, dat is ook heel fantastisch voor ons. Want dan kunnen wij in al die EPD'tjes rommelen. Dat is wat wij willen. Maar als je dat dus op Europese schaal wil doen, dan moeten alle mensen, alle Europeanen moeten een EPD in één grote database stoppen. En een database heeft altijd een unique identifier. En net als in Nederland heeft iedereen een... Er zullen meer mensen zijn die Arno of Matthijs heten, maar er is maar één
We hebben allebei wel een uniek sociaal-fiscaal nummer. En daarom moet dat ook op Europees niveau komen. Dat is al lang voor corona bedisseld. Mm. En dat, maar dat komt helemaal niet vanuit de burger. Het is helemaal niet zo van, oh, burgers vroegen daarom. Ken jij iemand in jouw omgeving die zegt, oh, ik wil een Europees BSN hebben? Dat is wel handig. Ik ken echt niemand. Maar ja, dat is dus wat hier gebeurt. Dus tegen mensen zeg ik altijd van, zoek dit op. Kijk, wat is een European Union Data Space? Wat is de EIDAS-richtlijn? Zoek op bijvoorbeeld Kamerbrief 2021-00006-1944. Daarin zit de wetenschappelijke onderbouwing van deze digitalisering. En dat is omdat Rutte heeft op het World Economic Forum heeft hij een rapport gekregen over Nigeria. En hij had niet door dat het over Nigeria ging, hij dacht dat het Nederland was. Dus hij heeft de aanbevelingen voor Nigeria heeft hij losgelaten op Nederland. Dat is de enige wetenschappelijke onderbouwing die achter die digitalisering zit. Dat is ongelooflijk, maar dit is waar. Ja, Zoek dat document op. 2021-00006-1944. Footnote 10 uit mijn hoofd. Zit jij... Maar ja, maar informeer je en ga anders stemmen. Ja, dit verandert jouw leven fundamenteel. Heeft stemmen überhaupt nog zin, Arno? Nu nog wel, maar straks niet. Welke partijen heb jij nog zoiets van, daar kunnen we nog iets mee bereiken? Alle partijen die het nut van en de schoonheid van een referendum inzien. Nou, dat was ooit D66, dat was hun verzinsel. Ja. Kijk, als je een dergelijke enorme stap gaat zetten, dus jouw overheid, die verdwijnt, die wordt digitaal, maar op Europees niveau. En in Europa heb je geen parlement met recht van initiatief. Het Europarlement heeft geen middelen. Dus je gaat gewoon weg. Dus Nederland gaat na 4 eeuwen weg van het parlementaire bestuursmodel. Dat is een gigantische beslissing. Dat moet je met je bevolking overleggen. En als jij die bevolking bij een referendum niet massaal achter dat plan kan krijgen, als je ze niet kunt uitleggen, en je bent democraat, dan moet je inzien dat het waarschijnlijk een slecht plan was. Daarom moet je toe naar een referendum hierover. Dus stem op een partij die hier gewoon een referendum over wil. Mm. Dat is de Socialistische Partij, dat is Forum voor Democratie, dat is de Partij voor de Dieren. Zoek het maar op. Ga gewoon naar je Kamerlid en zeg van, bent u bereid mij dit voor te leggen, dit monsterlijke plan? En als een Kamerlid of iemand bij zo'n partij dan, hè, dus als u dit ziet, stuur gewoon een mail naar uw Kamerlid. Vraag dat, bel de perswoordvoerder of zo van zo'n partij en vraag dat gewoon, wat is jullie standpunt hierover? Zouden jullie dit aan mij durven voorleggen? En als ze nee zeggen, dan vertrouwen ze je eigenlijk niet en dan weet je eigenlijk genoeg. Hmm. Heb jij trouwens een mailing waar je wellicht dit soort zaken deelt? Ja, ik heb een back-me-account zoals het heet, dus rug mij. En dat is niet erotisch, maar back-me. van Arno Wellens. En dan hou ik borrels met mensen over dit soort dingen. En wat ik altijd tegen mijn mensen daar zeg, gekscherend, maar het is gewoon waar, is dat ik ben die hele wettentreinen, wat erin zit aan plannen, ben ik in kaart aan het brengen. Er zit ook een plan bij dat 10% van het landbouwareaal moet worden afgestoten, waardoor je 22 miljoen mensen de honger in gaat duwen. Ja. Sorry, wat? Ja. Spoelt maar 10 seconden terug. Wat ik net zei, dat klopt. Dat is dat European Green Deal. Dat betekent dat je... Die staat hier ook in de andere krant. Oh, nou terecht dan. Dat is eigenlijk wel bijna precies eigenlijk wat ik net zei. Ja. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code MATTHIJS10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Ja, ken je de andere kant? Nee, maar dat... Dus van Sander Compagné, die woont ook in... Die woont in Sandpoort Zuid, volgens mij. Dus, oh, wacht, volgens mij die sprak mij laatst aan op straat. Dat is de andere krant. Die is een van de weinige kranten die nog een beetje fatsoenlijk tegen. Oh, nou, dat is wel... Ja, wel, Riepke Zelmaker, dat maakt het. die zegt toevallig, ja, maar dat is dus waar. Hè, dus als mensen ook dit niet kunnen voorstellen, ga naar de European Legislative Train. Zoek op EU Biodiversity Strategy. Ja. En ja, dat was geen plek. Dat maakt niet uit. Ja, lees dat dan. En, jawel, ik ken dat wel.
ze hebben toch altijd van die hele bombastische foto's of van die cartoons. Dat vind ik toch wel geil. Ze hebben wel leuke cartoons, ja. Ja, klopt. Een beetje, het gaat een beetje over de top misschien, zullen mensen dat want, vinden. Want zijn er verder nog, want bijvoorbeeld Blackbox is ook nog wel een medium wat nu inmiddels... Ja, ik vind, ik vind dat gevaarlijk als ik zeg van kijk daar en vervolgens doen zij iets wat compleet fout is of weet ik wat. Wat dan ook, dat geldt voor iedereen. Dus ik ben altijd... Ja, dat snap ik, maar het is wel... In het kader van, kijk, NOS, is gewoon, daar word je gewoon letterlijk gehypnotiseerd. Daar heb je gewoon geen reet aan. Nou, kijk, het stomme is, kijk, laat ik het zo zeggen, hè, wat mij dan stoort, dus ik zeg niet dat hè, Donald Trump zegt dan van de lies van de mainstream media, en dat ga ik niet doen. Maar, kijk, wat er gebeurt is, ga bijvoorbeeld naar RTL Nieuws. Zet zo'n zoekveldje. Als je zegt van, nou, je wil gewoon weten, je wil nieuwsbronnen krijgen van RTL Nieuws over dit onderwerp. Als je op transgender zoekt, dan krijg je 400, 500, honderden artikelen, filmpjes, nieuwsberichten. En dan was er, dus, keek net, en wat was er nou gebeurd? Je hebt The Rock, dat is die Amerikaanse worstelaar. Ja. Die had 11 jaar geleden had hij iets op zijn Twitter gezet wat misschien niet aardig is voor transgenders. Mm. Dat wordt nu opgebakken om de een of andere reden. Het is net zo irrelevant als de slavernijverleden van ABN AMRO. En dan, maar daar gaat het dan over. Dus dat horen de mensen nu. Dus als je dus je gaat naar RTL Nieuws en dan krijg je dat als... van, oeh, er is een transgender rel uit 2010 met de Rock, Dwayne Johnson of zo. Als je daar in dat veld, als je in dat vakje, als je daar zoekt op EIDAS, zo heet die richtlijn, EIDAS, de EIDAS-richtlijn. Als je gewoon zoekt op RTL Nieuws, op EIDAS-richtlijn, weet je hoeveel hits je krijgt? 0. Oh. Ze mijden dit onderwerp gewoon als de pest. Ja. En dat is het dus. Dus als je dan zegt van ja, journalisten liegen. Het is nou, niet zo dat... Dat zou ik niet per se stellen. Nee. Alleen het punt is, het is gewoon zo eenzijdige informatie. Bijvoorbeeld een flauw voorbeeldje. Google Adolf Hitler. Afbeeldingen. En zoek een gezicht van Adolf waar die blij kijkt. Die vind je gewoon niet. Ja, maar alsof Adolf nooit een goede dag zou hebben gehad. Maar hier wil ik niet Google de schuld van geven. Dit is toch echt... Oh, wacht even. Ik kan jou helpen. Ja? Er is... je geeft nu... Nee, wacht even. Je geeft nu de verkeerde G de schuld. Je verwacht Google met Goebbels. Oh, ja. Dit is letterlijk waar. Want, kijk, van Goebbels die regelde dat altijd een soort image rond de film werd geprojecteerd. Maar er is een moment... Dit had ik moeten... Ik heb volgens mij wel een foto met Eva Braun op dat Zwitserse of Oostenrijkse... Ja, en bruiloft was ook geen groot succes, geloof ik. Allemaal herrie buiten, allemaal vuurwerk. Nee, luister. Op een gegeven moment die had Manstein of Mannerheim. Dat was de president van Finland, de dictator daar. En Finland had zich aangesloten bij de asmogendheden, want die hadden ook nog een fitty met de Russen. En op een gegeven moment ging Zeville, die ging met de trein naar Finland. En toen had hij die Finse president gesproken. En toen stond er een camera aan. En toen was Adolf, die had niet door dat hij stiekem werd opgenomen. Oh, en toen mooi. Sprak hij dus met de Finse dictator. En toen zei hij van... toen had hij dus door hoe sterk Rusland eigenlijk was. En zei hij... die hebben 33.000 panzer. Oh. Kon hij zich niet... dan zegt hij van, als je dat tegenwoordig... Ik geloof, ze zijn verrukt, orde Edwards. Maar dan was hij heel rustig. En dan sprak hij ook zijn zorg uit... En dan zei hij dus ook, ja, eigenlijk kunnen we dit niet winnen. Dus die Finn, die stak meteen een mes in Adolf's zijn rug. Nou, toen lachte hij die niet meer. Maar op dat moment, maar dan moet je eens op zoeken, dat Adolf Hitler in Finland in de trein zit. Okay. En dat is het enige moment uit de geschiedenis, dat hij niet met zo'n... met zo'n boze... Maar dat, nee, maar je geeft nu Google de schuld van wat Goebbels deed. Ja, dat mag sorry. Niet. Dat is helemaal goed, dat andere punt, wat ik daarvoor zei, is dat... Ja, zorg gewoon dat je... En dus als er iets wordt gezegd over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld dat de QR-code en dat digitale paspoort en die EIDAS-richtlijn, ga dus niet naar de NOS of naar RTL Nieuws, want die mijden dit onderwerp als de pest. Mm. We kunnen nog een keer misschien een onderwerp met ze maken, dan kun je dat uitleggen aan de hoofdredacteur bijvoorbeeld van de NOS, van het NOS-journaal, van waarom doe je dit nou? Mm. Heel erg, dus dan is er... ik zat eergisteren bijvoorbeeld, een paar dagen geleden zat ik in de auto, ook NOS-journaal of de NPO Radio 1 nieuwsuitzending... En dan was er een incidentje met een vliegtuig. Dat vloog van Nederland naar Venetië, maar dat moest landen in Milaan, want er brandde een lichtje in de cockpit. En dus als het vliegtuig geland was eigenlijk niks aan de hand. Dat was nieuws. Hmm. Okay. En een meneer met een kaars die een verhaal heeft verzonnen wat helemaal niet waar is. Evident.
wat hij zelf ontkracht, voor zover het waar is. He, dus die Johan Derksen met die dode cavia op zijn snor, op zijn mond. Weet je, dat gaat oeverloos, gaat daar eindeloos over. En dan Fox poppen de straat op. Wat vindt u daarvan? Ja, dan wordt Beb uit Tilburg te zeggen, ja, kan me helemaal niks schelen. Nou, dat is je nieuws eigenlijk. Maar inderdaad, dus zij zeggen letterlijk niks over bepaalde onderwerpen. En als je daar dus iets over wil weten, ga gewoon naar tweedekamer.nl. Daar worden de wetten gemaakt. Of naar het Europese parlement, de Europese commissie. European Legislative Train. En kijk gewoon, zoek daar binnen. Wat staat er over QR-code? En dan staat daar letterlijk van ja, het is tot 2027 gefinancierd. Mm. En dan moet je voor jezelf weten, dan heb je het bewijs van hé, dit gaat niet weg. Die QR-code is niet weg. De coronapas is niet weg. Ja. En dat soort dingen. En op die manier kun je jezelf informeren. Bemoei je meer met politiek. Ga politieke cafeetjes houden. Ga discussiebijeenkomsten organiseren met mensen in de buurt. Spreek mensen op wie je hebt gestemd. Spreek die hierop aan en zeg van wat is jullie visie hier eigenlijk over? Mm. Wat is bijvoorbeeld de visie van de VVD op het Europese digitale paspoort? En die belastingen en dat soort dingen. Of een Europees leger. Maar de VVD is problematisch, omdat alles wat ze in het verkiezingsprogramma ontkennen, zoals nu een Europees leger bijvoorbeeld, dat wordt gewoon... Ja, dat de VVD is wordt gewoon toch gedaan. Dat heeft niks met Rusland te maken, hè, dat het Europees leger dat nu komt. Dat was al in de maak. Maar goed, dat is... Stem geen VVD. Ja, dat is belangrijk. Dat is inderdaad al een grote. Arno, in het kader van tijd moet ik alweer naar de laatste vraag toe. Ik heb nu, je hebt gewoon voorbereiding gedaan. Je hebt gewoon een lijstje. Zeker, wow, ik heb een lijstje. Dit zijn even de wat luchtigere vragen voor de gasten. Als je herboren zou worden, in welk land zou dat dan zijn? Nou, in het kader van wat je net zei, dan is het... aantrekkelijk om Oostenrijk 1889 te zeggen. Maar dat ga ik dus niet doen. Even denken. Kijk, eigenlijk... toch Nederland. Nederland heeft alle ingrediënten op tafel liggen... Om het mooiste uit de geschiedenis te worden. Het meest vrije land... met mogelijkheden voor iedereen. Iedereen zou zich moeten kunnen ontplooien. Mm. In wezen het... we hebben nog geen Ratatouille, dat droomland... Dat hebben we nog niet, maar alle ingrediënten voor de ratatouille liggen wel op tafel. Mm. Dus we zouden het kunnen bouwen, we zouden het kunnen maken. En er zijn nu krachten aan het werk, en dat zijn mensen op wie mensen toch zelf stemmen, interessant genoeg, die dat de andere kant op duwen. Die maken het kapot. Dus die maken huizenprijzen hoger. Die verdrijven boeren van hun land, zodat je minder eten hebt. Die maken energieprijzen hoger. Die bouwen een surveillance staat. Die bezuinigen de zedenpolitie weg. Die roven kinderen en geven ze dan niet terug, zeg maar. Dat zijn mensen waar... En er zijn de mensen die zeggen van, ja, nee, maar het gaat niet om mijn kind. Nee, maar de mate waarin de rechtsstaat hier is geschonden... Mm, ja. Eens komen ze voor jou. Zijn de Katie-Cotie-mensen, interessant genoeg, dat is een... Uit de Belmer, die snappen dit. Dat zijn de mensen dat zijn die antiracisme-mensen van voor Black Lives Matter. En dat zijn degenen die altijd klaagden over racial profiling. Zij snappen het gevaar van de rechtsstaat. Zij zijn de eerste die dit doorhebben. Want racial profiling, dat is een opsporingshandeling zonder dat jij verdacht gedrag hebt vertoond. Op het moment dat je dat principe doorzet, dan kun je ook zeggen, ja, maar jij bent een fraudeur, ik ga jouw kinderen afpakken, laat jij maar zien dat je geen fraudeur bent. Mm. Dat is een totale omkering van ons recht. Heeft eeuwen gekost om ons rechtssysteem zo te krijgen hoe het nu is. Bloed, zweet en tranen en heel veel bloed. Dat gooien we zo weg. En nu ga je dus verder met die digitalisering. En dan kun je algoritmes in jouw bankafschriften laten zoeken naar verdacht gedrag. Ja. De wetsvoorstellen en de documenten daarvan, die liggen al klaar. Maar dan ga je dus veel... Dan krijg je een toeslagenaffaire in het kwadraat. Heel simpel, doe al deze dingen niet. En Nederland op zijn best, als ik gewoon terugdenk, was Nederland in 1993. Dat land moet je terugkrijgen. Dat had wel een interne markt. Met de Europese Unie, waardoor wij geld verdienden met handel, net als nu. Maar daarna kwam de euro, die heeft ons arm gemaakt. In 1996 kwam het securitiseren, dus wat Lehman Brothers deed met de huizenmarkt. Toen werd de huizenmarkt een casino, toen werden huizen onbetaalbaar voor de middenklasse. In 1995 is het Schengen-verdrag in werking getreden, waardoor criminelen zich over het hele continent Europa kunnen bewegen zonder enige hindernis. Dat zijn een aantal foute beslissingen geweest. Met die euro kwam vrij verkeer van kapitaal. Dus als je dus één plek
Als jij een Russische of een Oekraïense oligarch of crimineel bent en je wil 1 of 2 plekken in de Europese Unie bewerken, zodat jij via die landen kan witwassen. Ja, je hoeft alleen maar Cyprus en Nederland om te kopen. Hè. Je hebt alles. Dat is het probleem met zo'n groot geheel. Hè. Je hebt de randen worden zwakker. Of daar komt meer druk op te staan. Maar als je er gewoon goed over terugdenkt, dan was 1993 was... Het jaar. Ja. En dan zeg je, ja, maar milieu was hè, stikstof en zo. Hoho, toen was de stikstofnorm, hè, dus van we gaan beter voor het milieu zorgen. Die was al aangenomen. En Nederland was toen bezig om de veestapel te halveren. En er is ook wel erg veel vee. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar moet je naar terug. Nederland van 93. Wel interne markt, wel een leger, geen ongecontroleerde grenzen, geen euro. En geen banken die een casino maken voor je huizenmarkt. Daar moet je naar terug. Nou, ik vind het wel mooi dat je Nederland hiervoor ja. gebruikt. Ik was toen nog maagd, hè, dus ik doe dit niet voor mezelf. Ik was toen 1. Nou, ik kom trouwens ook uit Gelderland, uit Tiel. Nou, als het goed is, was je ook, ja. Als je, ja, ik was ook maagd. Doe het niet voor mijn eigen. Ja. Nee. Als je nog maar 1 scheldwoord zou mogen gebruiken voor de rest van je leven, welke zou je dan kiezen? Jezus, wat is voor vraag, man. Hoe kom je... dan iets net. Nederland, anders zo grof. Het mag wel iets... Ik las een keer in de krant dat in Noorwegen, als je denkt van een land is af, volgens mij was Noorwegen, anders was Zweden, maar in Noorwegen, dat daar een man is gearresteerd omdat hij een agent uitschold voor knoflook. Een ui, gewoon dat soort dingen. Ja, mooi. En dat ook voor de, dus even tussendoor, ik geef 50 piek aan degene die in het Noors, want ik weet dat het zo is, maar ik kan die rechtszaak niet meer terugvinden. Dus ik wil dat we daar gewoon weer naar terug gaan. Ja. En dan kun je je zo voorstellen, komt die agent, die komt dan s'avonds thuis en die is dan een beetje gestrest door wat hij die dag is gebeurd. En dan vraagt zijn dochtertje van, wat is er met jou gebeurd? Dan zeg ik, ben uitgescholden voor knoflook. Ja. Nou, dan is je land af, hè, als je daar bent aangekomen. Dat is de, ja, dus een wat milder scheldwoord. Knoflook. Maar als iemand, maar er is hier dus een boete en een uitspraak over geweest. Want uit mijn hoofd, de automobilist, ik heb het in de krant gelezen ooit. De automobilist die ging ook naar de rechter. Die zei van, ik moet toch gewoon knoflook of ui kunnen zeggen. Weet je wel? En dat volgens mij de rechter zei van, nee, maar dat kan niet, hè. Nee. Ja, dat snap je zelf ook wel. Mooi. Daar, dus als iemand dat graag even wil opzoeken. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Wanneer is de laatste keer dat je mega boos was? Dat gebeurt wel eens als je dan... Ik heb een filmpje, echt het meest boze wat ik ooit in mijn leven ben geweest. Dat staat op YouTube en het heet Onvoorstelbaar en Onacceptabel. En dat is het gedrag van Rutte. Dus dat is nadat alle mensen van de MH17 bij elkaar waren geveegd en begraven. Want dat was geen pretje, dat kun je voorstellen. Mm. Dat hij toen in het parlement ging opnemen voor de leverancier van die bukraket. En dat hij ook gewoon heel lang volhield dat Rusland het niet was. En als mensen het moeilijk vinden zich dit voor te stellen, dan moeten ze zoeken op kamervragen van Rick Grashoff. Rick Grashoff, dat was die meneer van GroenLinks. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Meestal, ik heb niet superveel met GroenLinks, want ik vind ze altijd zo bedweterig van, oh, hoe lang douche jij en zo, weet je wel. Een vriendin van mij woont in Haarlem, die zit bij GroenLinks, die is raadslid. Ja? Ik kan er zo meteen even langs. Oh. Dan ga ik allemaal foto's laten zien van hoeveel ik heb gevlogen dit jaar. Dan had ik dat even... Nee, zonder gekheid. Dat is flauw. Maar met Rick Grashoff had ik altijd... Ik had met hem wel een klik, maar hij was dat parlement... Je had op een gegeven moment een Kamerlid en dat was ontslagen... omdat hij een nummertje had gemaakt in de stoel van de voorzitter. Ja? Ja, dat was zo'n schandaaltje. Maar dat was eigenlijk... Maar een soort guitigheid, een beetje van, jullie doen het gewoon even. Ja, ik kan met hem, soms heb je dat met iemand, dan versta je elkaar beter dan iemand anders. Maar goed, Rick Grashoff die stelt kamervragen. Moet je dus kamervragen, Rostek van Rick Grashoff. Mm-hmm. En daarin ontkent Rutte dat Rusland het heeft gedaan. Mm. En zo zie je hoe akelig het is. Dan op dat moment, daar werd ik echt woedend om. Dan heb je als land heb je zo'n verlies te verwerken gehad. Dan heb je, dit is onze 9-11. Mm. En dan ga je dat doen. En dan ga je het opnemen voor je vrienden in Moskou. Omdat jij op 19 april 2013 was jij in Moskou. En jij hebt een stiekem, een vies dealtje gesloten met die mensen waar ik alle foto's van heb. En daardoor ga jij de sancties in zaken MH17 breken. En ontkennen dat Rusland het was.
En degene die misinformatie over Nederland heen strooit, van het was een ander vliegtuig, het was, weet ik wat, het was helemaal geen raket, weet ik wat, de gozer die dat doet, daar heeft Rutte dus nog een deal mee gemaakt dat je die gaat beschermen. Dan dacht ik, wauw, Rutte, wat ben jij laag, wat ben jij gezakt? En als hij nou gewoon zou toegeven dat hij is omgekocht door zo'n trustkantoor, ga daar gewoon werken, weet je wel, dan weet je wat het is. Maar kap hiermee. Zeker nu. Nederland staat er wederom ook zo slecht op. Dat wij die sancties niet, dat we die dan weer gaan breken. En niet, dat is zo evil. Dat maakte me echt heel boos. Maar uiteindelijk, ik krijg daarin gelijk. Ik ben jaren verguisd. Jarenlang hebben mensen gezegd, nee, maar wij verdienen geld aan die mensen. En ja, het is een beetje crimineel. Ja, MH17, ja, maar ja, dat is ook alweer een paar jaar geleden. Boeien en zo. De Zuidas, zo belangrijk. Kijk, oh, mooie torens. En iedereen, die Zuidas heeft iedereen omgekocht en gecorrumpeerd. En iedereen denkt zo, hè? Dat is ook heel grappig. Iedereen? Ja, nee, niet iedereen. Maar in de regel, maar dit is wel de norm. Dat is de norm om zo te denken. En om gewoon heel veel verdienkracht aan die Zuidas en die banken en die trustkantoren toe te dichten. Wat gewoon evident niet waar is. En nu krijg ik gewoon helemaal gelijk daarin. En ik zeg altijd van, hey, je moet niet een mens zijn die iemand opbelt om te zeggen van, told you so. Dat ga ik wel doen. Ik ga allemaal brieven sturen naar mensen. Ik ga ze opbellen. Haha, told you so. Oh, nou, waar ben je het meest onzeker over? Oh, wat een vraag. Ja, mijn seksualiteit. Nee, is niet zo. Ik ben gewoon hetero. Als mensen dat niet zijn, dan wees gewoon lekker waar je goed bij voelt, hè. Nee, maar dat is nu een heel ding van iedereen moet. Wat een vraag. Ik kom wel een keer terug, maar ik zit wel constant te worstelen met dingen die ik ook zeg. Dus ook alles wat ik net opnoem, van klopt dat wel? Dus, maar dat heb ik ingebakken, gewoon een constante onzekerheid. Die moet je dan scherp houden, maar dat is een formalistisch, niet persoonlijk antwoord. Die onzekerheid houd je in die zin ook alweer mega scherp. Ja, precies. Maar dat is gewoon echt een heel stom antwoord wat ik nu geef. Hetzelfde als je een sollicitatiegesprek. Dan zeg je van, vraagt iemand jou, wat zijn je zwakke plekken? Ja, ik ben te perfectionistisch. Ja, ja. Ik heb eigenlijk geen zwakke. Weet je, zo'n stom antwoord is dit ook. Moet ik even over nadenken? Ik weet het niet, ja. Wat zou je vriendin zeggen? Ga me vragen. Ja, moeilijk. Dat is, ja, je overvalt me ermee. Ik dacht, je gaat het over over witwassen en coronapassen. En, ja, en, nou, die hebben we inmiddels wel. Social credit system, daar gaan we het over hebben. Die hebben we aangetikt. Als je één nummer voor de rest van je leven zou moeten luisteren, welke zou dat dan zijn? The River, Bruce Springsteen. Als je iemand anders zou kunnen zijn, wie zou je dan kiezen? Ja, Christine Lagarde. Dat is de machtigste vrouw op aarde. Oké. Okay. Die drukt gewoon geld bij en die doet wat ze wil. Ik zeg altijd, zo iemand die zo machtig is, moet niet bestaan. En dan niet die mevrouw als mens. Hè, van, Maar je zou toch even willen proeven van hoe dat zou zijn. Ja. Dus dan belt een regering op, zegt van, ah, ik koop wel even 100 miljard van jouw obligaties en dan kun je weer. En als je dat niet doet, dan dondert dat land om. Je hebt gewoon letterlijk tientallen mensen bij de ballen. En via die tientallen mensen, honderden miljoenen mensen. En als je er zo over nadenkt, een centrale bank zou niet moeten bestaan. Niet in deze vorm. Maar dat is. Okay. Ik bedoel, ja, dan heb je de ultieme macht. En dan kun je ook dingetjes voor jezelf ritselen. En dat gebeurt ook in die kringen natuurlijk. Dus ja. Christine Lagarde, is die nou helemaal zuiver altijd geweest? Elk mens is corrumpeerbaar. De baas van de marechaussee of iemand die hoog in de boom zit, die ken ik. Die zei dat een keer tegen me. Van, ja, ik ben ook corrupt als het bedrag maar hoog genoeg is. Dat is wel eerlijk. Ja. Ja, die andere vraag hebben we al gehad. Van als ik 5 van je beste vrienden bel en ze zijn het unaniem eens over jouw superpower. Wat zou die superpower dan zijn? Dat ik geen Zwitserse treinconducteur ben. Jezus. Ja, die heb ik van Freddie Mercury gepikt. Ik vind Zwitserland wel echt een topland. Zwitserland is een topland, ja. Nee, Zwitserland is een bergwater, hè. Dus, nou, ja. We doen er nog eentje. Nee, nou, vind, ja.
Nog eentje dan? Nou, oké. Okay, Zolang als jij wil, hoor. Ik heb zometeen Casper van der Meulen. Daar gaan we over biohacking en adembabbelen. Dus dat is weer... Oh, maar dat zit in die. Dat zit dus in die. Dus als je straks al. Oh nee, sorry, dat is iets anders. Laat maar. Ik wil een brugje maken, vergeet het. Nou goed, ik heb je de vorige keer ook gevraagd wat de beste en de kutste dag van je leven was. Was volgens mij had iets met je vader te maken. Ja, dat is de. Dat moment. Dat MH17, dat dossier, de keer relatie die op een hele nare manier uitging, was meteen wel de beste dag, bijvoorbeeld die. En dan heb je voor een meisje heb je alles geregeld en dan blijkt dat ze vreemd gaat. Zit die kerel ook in je huis. Oh. Ja. En toen kwam ik onverwacht thuis. En, echt? Ja. Oh shit. En toen werd hij bleek. En daaruit leidde ik af van, nee, ik ben hier gewoon op de koffie hoor, en dan bleek worden. Weet je wel, dus als je dit goed wil doen, zorg dan dat... Dus ik had toen door wat er gebeurde. En toen liep ik naar het keukenkastje en dacht ik, pak iets wat zwaar is, maar niet te duur. En toen stopte ik halverwege. Dacht ik, ga dat niet doen. Ik dacht, dit is een essentieel moment in mijn leven, wat ik nu doe, de komende seconden. Even de eerste reactie was, ik pak die... ik had zo'n wok, weet je wel, zo'n gietijzeren wok. Ja. Koffie, ik zei jou eens... Shit, joh. Ik zou jou eens even gastvrij bejegenen hier. Ja, precies. Dat is wel pittig. Ben je weggelopen, ja. Weet jij niet wit heet? Ja. Jij werd ook wit. Ja. Dus we keken tegen elkaar van, god, we zijn allebei wel. Ja. En mijn vriendin, ex, die werd ook helemaal wit. Ja, ja. Dus het was wel duidelijk wat daar... Ja, dat weet ik nog wel. Dat was... Ik kan de datum terughalen. Dat is de eerste maandag na 16 juni 2010. Als ik het goed... Ja. Volgens mij moet dat 20 juni zijn geweest. Oh, 20 of 21, zoiets. Een filmscène is dat. Ja. Ja, maar dat is... Maar ik heb ook wel eens... Dat heb ik je ook verteld. Ik heb wel eens coaching gehad in die dingen. Gewoon wat steun om jezelf mentaal weer gezond te krijgen. Hmm. Als je gewoon even overspannen bent. En dan is dat ook een vraag. Van als je gewoon jezelf... Hè, als je gewoon jezelf even in kaart wil brengen. Mensen kunnen dat ook thuis doen. Hè? Dat is gewoon een hele goede oefening voor jezelf. Als je even aan jezelf wil werken, neem gewoon een paar uurtjes... En vraag gewoon jezelf af van wat zijn de 10 meest definiërende dagen in je leven. Mm. En dan kun je zeggen, ja, goede en slechte zin. Maar vaak loopt het door elkaar. Dat je bijvoorbeeld tegenslag te maken. Ja, het is een tegenslag. En dan is de vraag, hoe ga je ermee om? Ja. Maar ik weet nog dat ik het dacht. Want ik ga mij zo niet... En dat ik toen dacht, van nee, ik doe dit niet. Want dan ja, heb je allemaal bloed op de muren, weet je wel. Dan moet je het uitleggen aan de politie. Strafblad, weet ik veel. Ja, ja. Ik dacht, ik doe er slim aan om mij nu te beheersen. En dat is me gelukt. Maar ik voelde wel, hij zit in mij. Zeg maar. Voel je nog steeds een lading? Als je nee, dat niet. Want dat is, ik ga er een boek over maken. Over liefde. En dan komen al deze dingen. Ik kwam dat achter elkaar. Het is gewoon even iets heel anders dan de euro. En digitale dystopie. Dus ik ben een liefdesboek. Dat komt ook nog. Oké, okay, mooi. Maar vaak loopt dat dus door elkaar heen. Dus dat tegenslagen en... Ja, het is bijna altijd dat zo'n moment echt een super tekenend moment is in positieve zin uiteindelijk. Weet je? Ja, precies. Mega grote les die je daar hebt ervaren. Dus die... Maar dat raad ik mensen aan om dat te doen. Ga gewoon bijvoorbeeld, dus zet Netflix uit, doe dat sowieso. Mm. Ga in de Europese wettentrein kijken wat er allemaal aankomt, informeer jezelf. En als je geen zin hebt in politiek, ga dan... Ja, ja. Nou ja, gewoon opschrijven van welke 10. En dan kun je ze ook husselen. Kun je zeggen, nou, wat is eigenlijk nummer 1? En dan ga je er gewoon even mee aan de slag van mijn eigen leven. Het is gewoon een soort tijdlijn, een soort kanon van je eigen leven maken. Ja, ja, ik heb... En dan leer je ook wat je dan, waarin je dan... En dus als je in herhaling valt, dan zie je ook wat dat is. Heel nuttig. In het werk wat ik doe met mensen, laat ik mensen ook een traumaboom tekenen. Nou, dat lijkt hier eigenlijk... Ja. Op. Maar ja, leuk. Nou, ja, gezellig. Een gezondheidstip van Arno voor vandaag. Mooi meegenomen op een holistische gezondheidspodcast. Daar ben ik hier. Gaat overal. Ja. Ik ben nog een heel... Oké. Okay. Nou, leuk dat je dat aan het einde even vertelt. Ja, ja, nou ja, nee, maar goed. Wat ik al zei. Van, ja, weet je, heel veel mensen zijn met gezondheid bezig. En krijgen ze af en toe een keertje van een Tibor of zo. Krijgen ze je flarden van mee, maar op het niveau waarop jij deze shit allemaal bestudeert en deelt, ja. Dan in die zin zou ik mensen willen uitnodigen om sowieso jou te volgen als ze dat nog niet doen. En Twitter? Ik heb Twitter onlangs geïnstalleerd omdat Musk hem heeft overgenomen. Ja. Ik dacht, nou, ik ben er weer bij.
En ja, eens een keertje naar zo'n sessie te gaan met jou. Ja hoor. Even kijken. Ik heb binnenkort voor mijn Back Me-volgers... gaan we het hebben over overkreditering... maar in het café van het kantoor van Dirk Scheringa. In het kantoor van Dirk van DSB. Dus van DSB Bank, waar die... Dus daar heb ik een activiteitje. Mooi, oké. Okay. Ja, ik moet hem nu ook wel ik moet hem afronden. Want ja, rondaf, ja. Die staat voor de deur. Ja. Dus, nou, die breekt zo meteen in. Je bent verder te vinden op Instagram, waar je met zeehondenfoto's deelt in ieder geval. Ja. En je steekt. Kijk uit of je dat doet met zeehonden. Daar. Hebben we net over gehad, hè? Ja, dat klopt. Dus kijk uit dat de strike distance is van een beest. Dus ik heb inderdaad een foto gemaakt met een zeehond. Een selfie. Je moet wel even verdiepen met een dieren. Nou ja, voordat we hebben hier natuurlijk Parnassia, waar we jou misschien nog een keertje kunnen zien rennen. En de kookkunsten kunnen volgen. Nou, dat Back Me-account. Ja. En dat boek wat er dus binnenkort aan gaat komen. Mooi, ik ben benieuwd. En het liefdesboek. Dan ben ik ook datecoach. Ja. Nou Arno, dankjewel weer voor vandaag. Graag gedaan. Echt, mega waardevol. Dat je eventjes de update uit Arneland kwam delen. Wat ik al zei, er zijn gewoon veel mensen in mijn optiek, voor zover ik weet, die mij volgen, die met name met gezondheid bezig zijn, persoonlijke ontwikkeling. En wat ook nog wel eens wat dit soort informatie kunnen gebruiken. Ja, dus, nou, hier wordt de gezondheid misbruikt om een digitale surveillance staat in te voeren. Dat is eigenlijk wat hier. Ja. Als ik dan echt een heel vergezocht bruggetje naar jouw gezondheid. En we hebben de tien definiërende momenten van het leven nog even mee mogen pikken. Zoek dat op in jezelf. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Voor vragen, drop ze in de comments. Nou, jij wilde sowieso nog één document volgens mij delen of een linkje of zo. Ja, ik zal daar die kunnen we aantal dingen die ik net noemde, die flyer ging in de show notes delen. Bedankt voor het lachen. Tot de volgende keer.